Hallo met je Koen op de DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met... Robbie! En ja, jullie weten het. Ja, jullie zien waarschijnlijk de titel ook al en de thumbnail. Ja, en iedereen kent het al, want het is de meest coole serie ooit gemaakt op Nederlands YouTube. Want Rob heeft in 2 keer achter elkaar gewonnen en hij is beast. Moet je daar nou echt meteen over hebben? Ja, tuurlijk! Dit is seizoen 3 van de Funtrack Challenge. We hebben er 2 gedaan in FIFA 16 en dab! Huppakee! Daar zat je dan in je PSV-shirt op een hobbelpaard midden in Spanje. Was niet best. Nee, inderdaad, Rob heeft zeker gewonnen, maar daarom... Ja, ik moet gewoon deze keer gaan winnen en dat gaat me gewoon lukken, ik voel het. Ik ben wel bang, want vorig jaar was jij niet goed in FIFA en dit jaar wel. Je had allemaal Elite en Weekend Leagues en zo, dus ja, dat is niet goed. Dank u. Oké, voor de mensen die nieuw zijn en dus niet weten hoe het werkt, of voor de mensen die het gewoon al zo lang niet gezien hebben, wat ik kan voorstellen, want het is al lang niet geüpload en niet weten hoe het werkt, want we wisten zelf niet eens. Ja, ik wou zeggen, we wisten het zelf ook niet. We wisten zelf niet meer hoe het werkte, dus we hebben het even teruggekeken. Oké, Rob gaat uitleggen. Ja, want jij snapt het eigenlijk nog steeds niet, dus ik ga het doen. Heel simpel, de basis 11 en de reserve, dat is de rechterkant van je bank, voor Koen. Voor de dank u, handig. Ja. Gaan we de speler kiezen, je mag een getal tussen de 1 en de 5 zeggen, dus ik zeg 3, dan moet Koen de derde speler kiezen. Oké, ik heb Messi. Jee, duimpje. Oké, en wie moet ik bij de volgende? Wat ben je echt al aan het kiezen? Ja? Maak ik een grapje? Nee, we gingen op beginnen. Oh, ben je al begonnen? Nee, natuurlijk niet! Oh, prank! Mark, is het you or is het toch Koen? Godverdomme. Maar ja, 3 is de derde, 4 is de vierde enzovoort. De wisselspelers mogen vervolgens zelf kiezen. Dus daar hebben we nog een beetje invloed om een beetje het team te herstellen. Nadat het tenminste nog iets goed staat. En dan vervolgens gaan we elkaars draft bij elkaar, die beoordeling bij elkaar optellen. Dus stel, ik heb een 192 draft en Koen heeft een 180 draft. Heb ik dus 12 punten hoger. Dan mag ik gewoon een ja, 192 okay. En 180 is het verschil als 12, goed zo. Okay. Dan mag ik gewoon een speler naar keuze kiezen. Dus stel, ik kies Messi, 93 rated. Dan mag Koen iemand van 12 ratings lager op rechtsbuiten kiezen. En dat is dan 81. Ja, heel goed. Mijn wiskunde skills zijn wel on point. Eerlijk is eerlijk. Ik kan gewoon 93 met 12 doen uit mijn hoofd. Heel knap. Okay. En we hadden natuurlijk dit is precies dezelfde regels als in het eerste seizoen. Want in het tweede seizoen hadden we het anders gedaan. Namelijk dat... Als ik een 186 futter af had, moest ik een 86 speler. En als Rob een 182 futter had, moest hij 82. Dan was het gewoon puur... Zeg maar, op welke reden je zelf had. Maar dit is veel leuker, want nu kan je elkaar naaien. Oh zo, ja, jij vindt het gewoon leuk om te kunnen zeggen dat je mij kunt naaien. Ja. Ja, fucking hater. Ja, ik doe niet anders dan Brabanders naaien. Maar nou is het wel belangrijk om even van tevoren te zeggen voor welke positie we vandaag gaan spelen. En in welke opstelling we gaan spelen in ons eindteam. Ja, dat is een hele goeie Rob. Ja, slim hè. Want in aflevering 12 gaan we dus met de teams die we hebben gemaakt uit de eerste 11 afleveringen... tegen elkaar spelen. Ja, en de verliezer die moet natuurlijk weer... een dikke straf uitvoeren. En nou, ik wil nu echt wel een keertje winnen. Want ik heb toch ook wel zin om jou even een lekker strafje te laten doen. Ja, dat begrijp ik goed dat het onder andere komt. In ieder geval, de serie zou elke dinsdag en donderdag op onze kanaal te zien zijn. Elke dinsdag op die van mij, elke donderdag op die van Rob. En dat voor 6 weken lang. Ja, dus sub op ons beiden. En doe duimpje omhoog. Oh ja, doe een duimpje. Ja, ik wil 100.000 likes. Helemaal! Oké, omdat we het allebei tegelijk hadden, wil ik 10.000. Ik dacht, wil ik er ook echt 100.000. Oké, leuk. Zullen we, want volgens mij is dat ook een favorietje van jou. Een 4-3-1-2. Nee, dan kan je geen buitenspelers. Doe gewoon 4-1-2-1-2 en dan de eerste, dus dat je een linksmidden en een rechtsmidden hebt. Oké? Dat is toch echt wasted, wat wil je dan met een rechtsmidden? Nou, doen we lekker 4-3. Welke variant? Hier, wat heb je in een cam? 4-3-3-4. Oké, en we spelen vandaag voor de... Ja, voor de cam. Voor de cam, oké. Ja, duidelijk. Dan ga ik nu mijn 300 FIFA points inlossen. Krijg mijn opstellingen. En die die mocht je zelf nog altijd kiezen, toch? Echt zo? Maar dat deden we eerst wel altijd. Nou, ik vind van niet, helemaal niet. Oké, dan doen we dat dit seizoen niet. Oh, vernieuwing! Yes, ik hou ervan. Vernieuwing, innovatie! Oké, ga jij maar voor opstelling 2. 4-4-1-1. Jij? 3. Ja, ik kwam. nog niet klikken, hè? Wat? Nee. Ik vraag me af, hè. Wat heb jij op 3 staan? 5-2-2-1. Oh nee, want ik had ook 4-4-1-1 op nummer 2. Maar op nummer 3 heb ik 4-2-3-1. Dat is jammer, want ik heb geen buitenspelers. Oh, jij hebt geen buitenspelers. Oké, op dadelijk gaan we aftellen. Gaan we klikken voor de captain. Ja? Welk nummer moet ik pakken bij de captain? Jij moet nummer 1 pakken. Ja, jij ook. Oké, nummer 1 allebei. Oké, in 3, 2, 1. 1? Ja. Ik klik lekker niet. Oh, ik had wel een legend, logisch. Maar wie heb je? Een cam. En hij heet James Rodriguez. Nou, best lekker. Nu ga ik klikken en ik heb... Oh, Diego Costa. Dat meen je niet. Dat is echt heel shit.
Ja, echt. Nou, Rooney was al slechter geweest, maar... Weet je wat ook chill is? Gama is stelt als CM, dus ik kan dadelijk nog een CA en een spits kiezen. Oké, man. Ja, dat wou ik weet je wat mij chill is? Oh. J.O. Costa telt als spits. Nou, je bent nou. Dus ik kan al drie cams kiezen. Ja, is kies gewoon jij dan, okay. Kies jij dan maar een cammetje, dan kies ik mijn spits. Ja. Oké, okay, is goed. Oké, okay. Welk nummer moet ik? Doe maar nummer 2. Oké, okay, dan gaan we nummer 2. Gaan we even kieken. Kop. Rosina. Het is een Spanjaard. Die linkt met J.O. Costa. Hey, als jij een goede kiest nu, dan wordt het net zoals vorig seizoen. Als jij Rosina hebt en je zegt nu welk nummer tegen mij? 5. Ah, dat is Aguero. Ik had ook striker 95 Ronaldo in vorm. Hier had gekozen. Waarom heb jij zo'n goeie? Ik had fucking non rares. Ik heb ook Aguero nu in de spits. Doe even een dab. Hats. Andere arm. Hats ook. Aguero heeft ook een goede link met James Rodriguez. Hats. Ja, maar die staan helemaal niet met elkaar in verbinding, joh. Oh, hats. Ik neem een dab terug. Ja, dank u. Oké. Ja, nu mag je, jij moet nummer 2 kiezen bij de volgende. Oké, dan doe jij dat dan ook maar. Oké. Geef me eerst. Oh my god, weet je wie er op 1 stond? Maakt me niet heel veel uit, want je moet nummer 2 kiezen. 95 Ronaldo. Maar weet je wie er op 2 staat? Nou? Higuain, en dat is ook een Argentijn. En 88. Oké, nu ga ik. Nummer 2. Oh, kom. Oké, nou. Ik had er 3 die goed waren geweest. Namelijk Özil, Rooney en Legend Liedmanen. Ik heb James Rodriguez. Hé, hey, die is ook best prima. Ja, maar die linkt met niemand. Oh ja, dat is wel minder. Ja, als ik nou Messi pack... Oh, Messi pack? Huh? Die heb ik gepakt, ja. Klopt. Oké, ik ga maar mijn rechts midden. Ik kan niet weer trouwens een hoger krijgen. Ik heb een 87, 88 en 89. Ja, nu ga jij maar voor nummer 1 dan. Heller. Ja, wat is er? Ja, Heller. Dat is hem. Ik zei hello. Ik zei hey. Ja, maar nummer 5. Ja, goed. Kijk, komt die Cam. Op nummer 1 staat Barkley, Banega, Garcia, Coutinho, Sigurdsson. Ja, dat is een BPL-speler. Ja. Toch pijn. Dan ga ik voor mijn links midden. Oké, dan ga ik voor mijn CVM. En ga jij maar voor nummer 4 dan. 4? Ja. Jorginho Wijnaldum. Oké, ja, daar heb je geen reet aan, toch? Jawel, die link met Aguero, hè. Welke opstelling heb jij? 4-4-1-1-4-4-1-1. Oké, ik ga voor mijn CVM. Kom maar op. Een Spanjaard. 2. Een Spanjaard uit de BPL. 2. Bestaat dat? 2. Een CVM. 1, 2. Op 3 stond Pogba. In vorm. Dat is nog geen Spanjaard. Nee, maar wel BPL. Want nu heb ik de Rossi. Daniel de Rossi. Ik ga niet heel best worden, heb ik zo'n voorgevoel. Oké, nu kies jij maar eerst. Nu ga ik weer eerst. Kies jij maar. Moet ik nou zeggen voor jou? Ja. 4. 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Ja, dit is zo slecht. Oh, wat die link met elkaar. Ja. Ik heb Mauricio. Oké, heel goed. Wie moet ik? Wat leuk is, Mauricio, je mag hem niet wisselen, dat mag zakpas. Dat is helemaal niet leuk. Wel, ik heb Mauricio en die linkt met, ja, je gelooft het of niet, Rosina. Ja. Laat mij zeggen. Ga jij maar voor nummer 3. 3, oké. Het is Didot. Dat is die Fransman. Hoe weet je dat? Nou, Didot. Oké, ik ga linksback. Doe ik ook mijn linksback? Zullen we hetzelfde nummer doen? Ja, oké, allebei nummer, wacht, ik klik eerst even, dan zeg ik het nummer, oké? Oké, is goed. Oké, ik heb echt klik. 3. Oké, doe jij dan maar nummer 2. Oh, dat is nog goed ook. Oh, dat is helemaal niet goed. Oh, je had van tevoren. Oké. Nou, ik heb info van Philippe Louis. Dus dat is op zich best prima. Ja, ik heb Clichy en die is wel BPL, maar ja, helemaal kut. Maar ik heb als ik die had gehad, was echt perfect geweest. Ik heb als 35 team geweest. Ik 34. Oké, centerback eerst. Oké. Je gaat maar voor nummer 5. Doe jij dan maar nummer 2. Ik heb Sakko, dat is wel een Fransman. Ja, maar hij is wel slecht. Oké, kom. Nummer 2. Boom. God, ik heb Benatia. Oh, die linkt wel met de Rossi. Dat is wel lekker. Maar voor de rest is wel kut. Maar wel lekker voor de rest. Ik heb als 2 oranje linkjes. Oh nee, 3 oranje linkjes. Zeg maar. Ja. 1. Skrutel. Doe jij dan maar 2. Oké, 2. Kom op. Boom. Zilvers. En heb ik ook nog eens de slechtste. Brozhatska. Waarom heb jij zo'n goede speler? Ik heb 1 Brozhatska is gewoon best wel een beast. Ja, hij heeft wel goede stats. Oké, ga maar voor nummer 5 bij respect. Daniel Alves is gewoon walkout. Ja, walkout. Net Benzema. Oh nee, Daniel Alves is wel echt een walkout. Oké, Daniel Alves heeft wel zijn onderbeen gebroken. Ja, ik hoorde het. Heel kut. Heel best. Oké, wie moet ik op respect? 3. Kom op. Boom. Ja, dat is lekker. Ik heb niemand die met hem linkt, maar hij is wel lekker. Ik heb Walker in vorm. Oké, keepertje. De laatste. Pak jij maar nummer 4. Oké, ik ga voor nummer 4. Let's go. 1, 2, 3, 4. Areola. Uit de Ligue 1. Heb ik weer helemaal niks aan. En wie moet ik? 1. Sportiello. Heb ik ook geen zak aan. Oké, hoeveel beoordeling heb je tot nu toe? 82. Ja.
Very bad. Hoeveel teamgeest? Hoeveel heb jij dan? Oh, 85. En ik heb 50 teamgeest. Oh, ik 51. Godsamme. Stel 4 puntjes vol, ja ja. Oh, doen we nou eerst de wissels of eerst de reserve? Eerst de reserve. Okay. En dan mogen we zelf de wissels, toch? Ja, of andersom, dan wordt het wel extra moeilijk. Dan moet je nog een beetje gokken. Ja, oké, doen we dat wel. Dat is wel mag dus eerst nu de wissels zelf en daarna doen we de reserve voor de ander. Oké, precies. Vernieuwing, innovatie, alweer. Innovatie. Oh, dev voor de innovatie. Oké. Ik heb wel op zich goede keepers, maar ik moet even... Ik begon rechts met mijn wissels. Je mag niet wisselen, hè? Nee, ik ga voor hem en ik ga lekker niet zeggen wie het is. Jawel, dat moet doen, dat moet wel. Nee, moet niet. Ja, hater. Ik heb zilvers, lekker voor je. Oké, dan ga ik ook voor mijn volgende. En wie heb ik? Dat is de vraag. Ik heb... Oh mijn god! Ja, dat is niet heel bijzonder hoor, maar ik zeg het gewoon. Mm-hmm. Even kijken. Oh shit, moet ik nou Neymar kiezen of Inform Robben? Ik doe het toch niet, man. Jongen, en ik ga dit winnen, dat is niet normaal. Oh, weer een geweldige speler. Top rating. Waarschijnlijk ben je zo shit dat je gewoon... Oh! Maar ja, daar heb ik al iemand op die positie. Shit, je kunt maar met het is drie... Best lekker, het is best lekker als je de keuze krijgt, allemaal linksmids en rechtsmids. En je hebt geen linksmids of rechtsmids informatie. Duimpje. Okay, en dan hem nog. Ik moet nog één. Je moet alleen op de keeper en die ga ik nu... Hé, mijn beoordeling is wel nog prachtig uitgegaan. Ja, mijn nog niet. Even kijken hoor. Even kijken. Nu moet ik even tactisch denken. Oké, ja, ik heb tactisch gedacht en ik kies hem. Oké. Ja, ik heb nu is mijn wissels gedaan. Nu moeten we de reserves nog voor die ander doen. Ja, oké. Ik begin helemaal links bij mijn reserves. Oké, dan begin ik ook helemaal links. Zeg het maar. Nummer 1. Dit is eigenlijk, ik heb Bruno, dit is eigenlijk best rot, man. Ja, dit is echt rot, ja. Ja, dit is eigenlijk veel leuker, want je gaat nu gewoon gokken met die ding en dan krijg je die reserves nog. 4, waar je geen invloed op hebt. Kom. Sissoko, had beter gekund, had ook slechter gekund. Is wel oké. Kan ik mijn leven. Oké, Sissoko. Nu moet ik? 4. Jurkoef en ik? 3. Zijn, ik hoop het echt, het is niet meer minder dan... Een Totti heb ik helemaal niks aan. Oké, op met de volgende. Jij gaat helemaal voor nummer 2. Oké, Mandzukic. En heb je dat dan? Nou ja, ik heb wel Higuain ook. Dat is op zich wel een sterke link, maar ik weet niet of ik ze ga gebruiken. Oké, ik heb... wie moet ik eigenlijk? 2. Oké, ik heb Musacio. Ja, heb ik weer geen reet aan. Ja. Musacio. kan je... Ja, ze spreken het gewoon uit. Musacio. Ja, wie moet ik? 5. Wauw. Irajic was... Ik kan niet eens uitspreken, boeit me ook niet. Hey shit. Oké, ik ga voor welk nummer? 2. Oké, 2. En 2 is Sturridge. En ik? Aha. Laatste. Aha. Ja, wacht nou even. Ik ben aan het genieten van mijn Sturridge. Aha, Sturridge. Oké, ga je over nummer 3. Fidel. Castro? Nee, Fidel Chavez de la Torre. Oké, en ik ben laatste. Castro. Doe maar nummer 5. Nummertje 5, nummer 5. Dank u. Helemaal niets. Oh. Pjanic. Heb ik niks aan. Hoewel iets, jawel. Gaan we dan wisselen? Ja, oké, we gaan nu wisselen. Succes! Oké, Rob, ik ben er klaar. Ben jij klaar? Ik ben even al een half uur met iemand met allemaal mensen aan het appen. Want ja, het duurde zo lang. Ik ben echt al een half uur klaar. Oké, nou in ieder geval, hoeveel rating heb jij? 84. Ik ook. En hoeveel chemistry heb jij? Jij eerst. Nee, jij eerst. Nee, ja, jij nee. eerst. Nee, jij. Oké, steenpapier schaar. Oké. Steen, papier, schaar. Wat heb je? Steen. Nou, nah, kut. Ah. ik heb 93 teamgeest. Oh, ik heb 76 teamgeest. Ben je serieus? Ja. Oké. Oh nee, wacht. Oh nee, 77 teamgeest. Nee, ben je zo slecht? Ja, je kan ik echt wel aan doen, ja. Ik lag wel eigenlijk 77? Ja, 77. Wat heb je nou... Wat heb je nou gedaan bij je eigen keuzes? Ja, je mag al die wissels zelf kiezen. Dan... Ja, jongen, mijn fucking wissels waren ook fucking kut. Ik heb ook 93, hè? Dat is fucking 16 rating. Ik ben echt beast. Even nadenken. Als ik nou gewoon een 88 speler pak of zo, dan moet jij... Dan moet ik een 72. Ja. Wacht, een speler voor de cam, hè? Oeh, dat is ook nog best wel belangrijk, hè? Kijk van de grond af. Doen we trouwens weer dat je minimaal 3 leagues en 3 nationaliteiten moet? Ja. Moet dus ook, goeie van Cunha. Je moet minimaal 3 leagues en 3 nationaliteiten om de hybrid shit erin te houden. Even kijken, het was 16 verschil, hè? Ja. Nou, hij is 84 rated, hij heeft 5 star skills, voetbal bij Paris Saint-Germain. Oh, hij is zo goed, Ben Affa. Ja, Ben Affa, heel goed. Oh, die vent is zo goed, jongen. Ja, er zijn nog wel wat aardige 68... Oh nee, wacht, 68.
Ja, als er maar iemand op kan lachen, hè? Jij alleen. Dus pagina 30, zei je. Nou, ja, als je op ik zit op linksback te zoeken. Ja. Godverdomme. Niet alleen slecht, maar ook nog dom. Je moet wel cam en dan silver instellen. Ja, oké, er zijn 68, dank u. Oké, we hebben hier. Niemand minder dan. Nou, dit is kut, dit is kut, dit is ook kut, dit is ook kut, dit is ook kut. Nou, we beginnen heb je echt niks. Oh, maat! Jij zei 70 rated, hè? Ja. En ik gok de Donnie van der Beek. Ja. Die is 70 rated, maar centimeter en geen cam. Dus op zich best goed gegokt qua rating inschatting. Rob, je bent echt fucking geweldig. Helaas was het wel helemaal fout. Ja, maar nee, niet helemaal. Wel een beetje. Wow, deze man, hoeveel star skills heeft hij? 3. Oké, okay, is kut. Maier. Ik denk dat ik voor Maier ga. Oké. Okay. Ja, ik ga voor Maier. Wacht, nee, ik wil nog eerst even kijken of ik cam. Ah, kut, zo heb ik het weggeklikt. Oké, okay, ik ga wel voor Maier. Als ben je weer terug. Het is Sebastian Maier. Hij is 68, heeft 78 pace. Hij is non-rare, kom ik nu achter. Hij kost mij 1000 coins die ik nu ga kopen. Boom. Ja, het is niet best. Zeker niet met zo'n centrale rol. Het is niet goed. Niet echt lekker begonnen voor mij. Wat een heerlijke start van de FUTDRAFT Challenge. Zoals we het eigenlijk al 2 seizoenen aan een stuk doen, ben ik gewoon verreweg de grootste beast. Ja, nou, goed gedaan. Ja. Donderdag aflevering op mijn kanaal. Ja, zullen we donderdag... even een duimpje omhoog doen daarvoor? Ja, een duimpje omhoog voor mijn goede verliespartij. En donderdag op Rob's kanaal zijn links in de beschrijving. Ja, en hoop niet vergeten, hè? Niet vergeten, hè? Nee, ik heet geen Rob. Oh, zeg jij. In ieder geval, mensen, ik hoop je deze video leuk vond. Als je hem leuk vond, sowieso, ik vond hem leuk. Ik heb even iets leuks. Kijk, als je nou hier klikt. Dan zie je mijn kanaal staan. Als je hier klikt, dat is het logo van Rob's kanaal. Als je daar dan op klikt, dan kan je abonneren op Rob's kanaal. Wow, jij kan zoveel met YouTube, jongen. Wow. Ja, dankjewel. En hier staat mijn meest recente video en hier staat een andere leuke video. Dus en ons zie je inmiddels al niet meer, want we zijn bedorven onder allemaal andere dingen. We zijn bedorven onder allemaal dingen. Dus ik ga even zo zitten. Misschien zien we dan nog. Hi. Ja, hi. Dat ben ik niet. In ieder geval, mensen, ik hoop je het leuk vond. Ik zeg, ik vind het allemaal niet de volgende keer. Ik zeg, doei. Doei, doei. Later.